Hallo jongens en meisjes, ik wil iets zeggen over opgave 17 op bladzijde 21. En die opgave luidt uit het HAVO4-boek dan natuurlijk. Zoek in binnenas de dichtheid op van glycerol bij 293 graden Kelvin. En druk die dichtheid uit in gram per kubieke centimeter. Ik heb het hier neergezet, moet ik bladzijde 21 zijn, sorry. Je moet eerst die dichtheid, rho glycerol, ik wil geen P meer horen, het is echt rho glycerol, hoeveel is die nou? Dan ga je opzoeken in het Binas-boek, dat heb ik hier ook bij de hand, in tabel 11, gegevens van vloeistoffen, ja, moet je natuurlijk wel weten dat glycerol een vloeistof is, en dan kun je daar, hier heb je het, de dichtheid bepalen of aflezen van glycerol. Ik heb hier glycerol staan. Glycerol, zie je het? En er staat 1,26 achter. Ik zal het iets meer dichter bij de camera houden. 1,26. En er staat een eenheid bij. Ook dichter bij de camera houden. Er staat 10 tot de derde kilogram per kubieke meter. Nou, die gaan we opschrijven. Dus hier, glycerol. 1,26 maal 10 tot de derde kilogram per kubieke meter. 1,26 maal 10 tot de derde, moet niet vergeten, staat er bovenaan. Kilogram en in Bina zetten ze het allemaal keurig op één regel. Meter tot de macht min 3. Ik ga die waarde nog een keer opschrijven. 1,6, want we moeten omrekenen naar gram per kubieke centimeter. En dan schrijf ik hem nu even zo op. Kilogram per meter tot de derde, meter tot de derde onder de deelstreep is, schrijf ik hierop, gram per kubieke centimeter. Zet ik hier gewoon weer die 1,26 maal 10 tot de derde, want dat is het uitgangspunt. En ik ga hier dan de vermenigvuldigingsfactor bepalen. Dat is een heel eenvoudig trucje eigenlijk. Hoeveel grammen passen er in een kilogram? Moet je niet lang over na over denken. 1000. Hoeveel kubieke centimeter passen er in een kubieke meter? Oeps. 1000. 10.000 hoor ik. Geen idee meneer. Nou, dan ga ik dat even hier onderaan apart opschrijven. 1 kubieke meter en dan moet je dit trucje echt nooit meer vergeten. Je kunt het altijd alles narekenen op deze manier. 1 kubieke meter is een meter keer een meter keer een meter. Een meter kan ik ook schrijven als 100 centimeter. Wie dat nog fout doet, ja, moet er wel even goed die voorvoegsels uit zijn hoofd gaan leren. En ik heb hier drie keer, ik had meter tot de derde. Meter tot de derde is een meter keer een meter keer een meter. Die drie keer die centimeters, die schrijf ik hierop als centimeter tot de derde. Ik heb 100 keer 100 keer 100. Ik krijg een 1 met 6 nullen. Ik ben lui, dus ik schrijf gelijk 10 tot de zesde op. Dus 1 kubieke meter is 10 tot de zesde kubieke centimeter. Dan gaan we weer naar boven waar we waren. Dan zeg ik dus, hoeveel kubieke centimeter passen er in een kubieke meter? 10 tot de zesde. Nou, ik ga nog één stapje extra opschrijven. Ik heb hier 1,26 maal 10 tot de derde. 1000 kan ik ook schrijven als 10 tot de derde. En hier 10 tot de zesde gram per kubieke centimeter. Hey, ik heb hier staan, staat een vermenigvuldiging door, voor, het is een vermenigvuldigingsfactor. 10 tot de derde keer 10 tot de derde is 10 tot de zesde. Hier staat 10 tot de zesde. Dus deze twee samen zijn gelijk aan 10 tot de zesde. En die kan ik tegen elkaar wegstrepen, op elkaar delen is dat netter natuurlijk. Dus 1,26 maal 10 tot de derde kilogram per kubieke meter is precies hetzelfde als 1,26 gedeeld door gram per kubieke centimeter. En het is belangrijk dat je daar een beetje ook gevoel bij hebt. Kubieke meter
doe het maar even met je handen uit elkaar. Een kubieke meter is een meter bij een meter bij een meter. Ja, het past niet op het schermpje natuurlijk. En 1,26 maal 10 tot de derde, ja, dat is 1260 kilogram. Kan een beetje kloppen. Hoeveel weegt een kubieke meter water? 1000 kilogram. Dus glyserol is een klein beetje zwaarder, zal dus zinken. En ik zie dat hier ook 1,26 gedeeld door 1,26 gram per kubieke centimeter. En wat was de volgende vraag? Ik kan even kijken in het boek of daarmee de hele opgave is opgelost. Nee, dan moet je natuurlijk nog bekijken van wat is de massa. Nou, die formule rho is m keer v, die mag je uit je hoofd kennen. Maar je kunt hem ook opzoeken in BINAS. En je moet natuurlijk weten dat een kubieke centimeter hetzelfde is als een, dus die eenheid, een milliliter. Klas 2 is dat, het boekje Goudkoorts. Dankjewel voor je aandacht. Doei!